En hallo mensen van Deltagaming, we zijn weer terug. Ik zet de timer nu, zo, hoppakee. Ja, we zijn weer terug met Hardcore Donderdag. Hell yeah. Ja, ja. Oh, kut, het was nog steeds nacht en ik heb... Ik ga even minen. Oh, nee. Ik wou minen vorige aflevering, dat weet ik nog. Oh, kut. Ik dacht even dat ik naar beneden viel. Alleen, toen kwam er een creeper aan en die zei... Hey, Delta, fuck jou. En daar hield het er wel bij op. Ik ben niet opgeblazen toen. Dat is wel mooi. Gelukkig. Anders had ik weer overnieuw moeten beginnen. Echt? En dan had Alpha waarschijnlijk helemaal tegen mij zitten flippen. Ja, echt. Maar nu kan ik dus helemaal geen ene flikker doen. Faal. Jij faalt. Je oma faalt. Bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay. Hopelijk kom ik geen vijanden tegen. Hopelijk wel. Ja, je wil zeker dat er nog een seizoen komt, jij. Nee. Nou dan. Ik heb het eerste seizoen wel gewonnen. Ja, eigenlijk wel. Alleen Zullen we dit seizoen gewoon met een straf en met een prijs doen? Ja, ja. Dat klinkt goed. Ja. Dat is wel een leuk idee. Wat zou de straf zijn? Laten de mensen dat maar achter. Schrijven jullie in de comments wat de straf moet zijn. En dan willen we niet iets vies. Nee. Of nee. Zo, maar gewoon echt een soort van straf. Ja, en niet zo van, iets vies inderdaad. Maar gewoon iets normaals. Ja. Of dat je een prijs mag verzinnen. Dat is ook goed. Ik hoor trouwens helemaal niks. Even kijken, misschien staat mijn geluid wel uit. Kan ook, hè. Ik heb geen idee waar mijn... Oh, hier, music. Doe ik wel een beetje aan. Oh ja, even kijken. Oh, ik heb het al aan, maar het gaat gewoon niet. Sorry. Ik heb gewoon echt nooit music aan. Op Minecraft. Dit trouwens, ziet er best wel raar. Dit ziet er best wel leuk uit. Moet ik iets aan doen? Kut. Oh, dit is niet goed. Oh, wacht, ik heb er nog één. Trouwens, hè. Ik ben niet van plan om hier lang te gaan blijven. Oké, okay. Trouwens, hè. Wij gingen dus met de klas, het is projectweek, gingen wij naar Duitsland, naar Aken. Dat is een stadje in Duitsland. En daar moesten we 1 dag voor voorbereiden. Moesten we vragen maken, dat soort dingen. En morgen, dat is dus vrijdag, want we nemen eindelijk een keer op een donderdag echt op. Gaan wij naar Walibi, wat wij trouwens uit het Wablibi noemen. Alleen, wij moeten dus 2 dagen voorbereiden voor Walibi. En we hebben maar 1 dag voorbereid voor Aken. Dus dat sloeg een beetje helemaal nergens op. Het is een beetje raar. Trouwens, ik heb echt het gevoel dat ik elk moment kan worden gebuttfuckt. Het is licht buiten. Ja, bij mij ook al. Bij mij was het... Als het goed is, is het licht. Hadam. Ik hoop alleen niet dat ik word gebuttfuckt. Straks door een skeleton als ik eruit kom. En ik hoop zeker dat ik een schaap tegenkom. Gewoon een paar schapen. Ik wil echt schapen vinden, man. Oh, sapling. Ik ga denk ik ook in de jungle wonen. Want ik vind junglewood en zo heel erg mooi. Dat is erg leuk voor je, Alva. Skeleton! Skeleton! Omdraai toch naar huis. Ik wil echt een schaap vinden. Dan kan ik tenminste slapen door de nacht. Zweer, ik zag een skeleton. Zweer. Yes, zweer. Ja, ik zweer. Je weet het zelf. Oké. Okay, dat is heel mooi. What the fuck? Zo. Ah, ik zeg, auw. Kut slime. Kut slime. Ik hoop straks wel dat ik mijn boom kan terugvinden. Dus ik eindelijk een fucking schaap. Is er eigenlijk ooit iemand echt doodgaan aan een slime? Dat lijkt me best wel falend eigenlijk. Ik ben een keer doodgaan aan een slime volgens mij. Houd je bek, jij. Je moet deze hele toren weer gaan weghalen. Ik heb biggen gevonden, maar geen schapen. Ik had hier beter over na moeten denken. Maar als ik een big wil vinden, kan ik ook gewoon naar Alpha gaan. Waarom pest je mij de tijd? Mensen gaan echt denken dat ik dik ben, maar ik ben helemaal niet dik. Weet ik. Je bent ook helemaal niet dik. Jij gaat dood. Wie is jij dat? Ook. Kut, hij lekt. Ah, kut.
Bij mij lekt hij niet. Haha, je bent een noob. Je bent een noob. Ja, wie neemt hier altijd alles op? Hey, XP. Nou, niet dat ik daar zo veel mee ga doen, maar... Sinds kort neem ik ook veel op. Ja. Daar valt altijd over te twijfelen, Alpha. Bek dicht, Kees. Kees. Ja. Oh nee, ik kan er niet bij. Goed zo, ik heb cacaobonen. Maar ik... Nee toch. Cool. Kan je dat met houten pickaxe weghalen? Nee toch? Ja, dat kan. Ja, maar ik bedoel ook echt dat je het houdt. Ja, echt waar. Hout met een houten pickaxe, snap je? Ah, grappig. Ja, je hebt gelijk. Ja, dit is een vriendschappelijke wedstrijd. Voor mij niet. Voor mij ook niet, maar ik ga je wel helpen. Of al wist je dat als je naar een creeper toe loopt en hij ontploft, dat je een Justin Bieber trui krijgt. Oh mijn god, waar zijn de creepers? Wist wel. Wist het. Wat? Wie zei dat? Ik zei niks. Wat? Wie zei dat? Oh, nee, ik kan ook gewoon nul schapen vinden. Dat zo irritant. Ik vind het altijd zo grappig als je bij van die kanalen kijkt die Minecraft doen. En ze hakken bijvoorbeeld met een pickaxe. Hakken ze dirt weg. Dan zie je ook in de comments gewoon dat iedereen helemaal tript. Zo grappig om te zien. En dat vind ik eigenlijk best wel raar. Maar ja. Dat komt omdat een pick en dat dirt, dat kan je zelfs met je handen weghalen. Daarom tript iedereen. Wist ik veel. Zo, even torch om mijn huis heen plaatsen. Zo. Oh, ik dacht even dat het een hele coole tempel was, maar het is maar een big. Dat is gewoon een downer. Kijk, we zijn nu pas 7 minuten bezig. Ik wil schapen, verdomme. Zullen we deze aflevering nog wat langer maken? 20 minuten? Is goed. Want ik heb zin om... Ik heb best wel heel erg zin in hardcore donderdag. Ik ook. Ik vind het heel leuk om op te nemen. Ik heb van bepaalde mensen ook gehoord dat ze het heel leuk vinden om te kijken. Daar ben ik heel blij mee. Ja, ik ook. Is dit slim om in te gaan? Ik denk het eigenlijk niet. Zit jij ook in een cave? Ik kom ook net een cave tegen. Ik krijg een Snapchat. Dat boeit me eigenlijk niet. Eigenlijk wel. Even Snapchat openen. Zo. Mexico. Mexico. Ik kan hier ik ook ken van... iemand die uit Mexico komt. Jij ook. Ja, weet ik. Die zijn we gisteren nog tegengekomen, vriend. Ja, god. Daarom zeg ik ook dat jij hem ook kent. Ik haat dit er echt op klimmen zo. Ik ben gewoon nul bars met voet kwijt, hè. Sowieso. Ik heb best wel veel aan. Zou ik dit halen als ik hier naar beneden spring? Ja, denk het wel. Ik denk het eigenlijk ook wel. Het wordt waarschijnlijk heel episch. En voor mij is het gewoon een blinde gok. Dus als je doodgaat, is dat eigenlijk helemaal niet leuk. Nee, ik doe het toch maar niet. Of zou ik het wel doen, jongens? Gewoon doen! YOLO! Yes! Oh, ik dacht echt even van, ben je nou serieus dood? Het is wel zo'n episch gevoel, gewoon van een... dat ding. Ik weet niet hoeveel blokjes hoog die is. Gewoon af te springen. Zo episch gevoel. En dan het overleven natuurlijk. Het lijkt alsof daar obsidian zit, maar volgens mij is het gewoon schaduw die een beetje verneukt is. Ja, dat denk ik ook. We hebben trouwens voor onze skyblock hebben we een tip gehad. Dat we een houthakkers mod moeten downloaden. Ik weet niet of die toegestaan is op de server, maar laat even achter of jullie het eerlijk vinden als we die zouden downloaden. Het is gewoon, de houthakkers mod houdt blijkbaar in dat als je de onderkant van een boom weghaalt, dat die helemaal weg is. Ik vind dat persoonlijk zelf een beetje cheaten. Ja, ik persoonlijk zelf ook, maar als de mensen het graag willen, want het is een beetje saai om de hele tijd iemand te zien die een boom... Ja, daar geef ik je wel gelijk in, ja. Ik denk dat ik mijn huis kwijt ben. Oh, wacht, mijn Snapchat. Wat is Snapchat? Snapchat is een programmaatje en dan kan je foto's sturen
van 10 seconden. En na die 10 seconden zijn ze gewoon voor eeuwig verwijderd. Tenzij iemand een screenshot ervan heeft gemaakt. Oké. Maar... Dus daar kunnen heel erg privé dingen gebeuren. Ja, eigenlijk wel. Tenzij iemand een screenshot van maakt. Ja, dan is het een stuk minder privé meer. Dat zou Alpha nog wel doen, denk ik eigenlijk. Die privé dingen. Ik kan geen schaap vinden, jongens. Irritant worden. Weet ik. Dat is waar ik in afgestudeerd ben, vriend. Irritant zijn. De nein! Goal. Ik vind het echt irritant dat ik geen schaap kan vinden. Ik vind het irritant dat jij bestaat. Ja, dat vind ik soms ook. Maar dat hoor ik ook wel vaak, hoor. Dus ik ben niet de enige die het zegt? Nee. Dat verrast me eigenlijk. Niet eens. Dat verrast me eigenlijk ook niet. Ik heb wel cool gevonden, hè. Ik heb al iron gevonden. Houd je bek. Dat boeit echt niemand. Echt wel al mijn diehard fans. Jij hebt geen diehard fans. Even jongens, als wij een team zouden creëren, echt gewoon een soort van team Alpha, team Delta. Aan welk kant zouden jullie zijn? Gewoon, ja, het, vriendschappelijk. Je mag het gewoon tegen ons. Yes! En niet zo van als jij bijvoorbeeld tegen Delta zegt, ik ben voor Alpha. Dan is het niet gelijk van, kaartje, iedereen. En we gaan je zeker ook niet omroepen in een filmpje. Dat is niet hoe wij zijn. Oh nee, ik ga vallen. Oh, ik dacht even dat ik ging vallen. Zagen jullie dat, jongens? Dat je dood ging. Trouwens, jullie kunnen ook een kant kiezen voor Hardcore Donderdag. Wie willen jullie dat er wint? Dit is Hardcore Donderdag. Dat weet ik. Maar voor Hardcore Donderdag. Wie zouden jullie graag willen die je wint? Ik, mij, sowieso. Iedereen. Wat ben je toch grappig, Alpha. Vind je dat ook niet dat Alpha zo grappig is? Ik moet echt een keer gewoon een hele grote toren met overal vuur maken. Want anders kan ik echt nooit meer mijn boom terugvinden. Je boom. Ik weet ook gewoon nu niet meer waar mijn boom is. Skeleton. Yes. Ik hou van skeletons opeens. Oh, in zo'n moment was ik ook in het eerste seizoen dood gegaan. Nou, of eigenlijk bijna. Bijna, dat verpest het gewoon weer. Vind je dat ook niet zo? Ik heb mijn boom gewoon teruggevonden, hè? Kut, skeleton! Moet je kijken, mijn boom. Het zijn er twee! Dat is heel leuk! Waarom is dit zo? Weg, snel omhoog. Kut, gebruik de gravel, Alpha, gebruik de gravel! Ik denk dat ik voor de veiligheid even... Dat ga afzetten daar. Regen, kom op. Regen. Zo, dat is ook gewoon een stuk mooi. Ik wil ook even een spike killen. In ieder geval. En in mijn hand. Ze probeerde gewoon mijn wapen uit mijn hand te schieten. Hard voor je. Zo. Ik maak een zwaard. Van steen. Volgens mij is steen eigenlijk helemaal niet zo heel scherp om een zwaard van te maken. Oh, wacht, zo maak je helemaal geen zwaard. Hoppakee, zo maak je een zwaard. Wist je even serieus niet meer hoe je een zwaard moest maken? Nee, dat wist ik inderdaad niet meer. Heb je daar problemen mee? Ja. Oké, dat is dan heel fijn voor je. Zo, nou heb ik ook een stenen pickaxe. Ik heb één skeleton gekillt. Erg leuk voor je. Nu de volgende. Waar is die? Hij staat hier nog. Zo. So. Oké, hij is dat. Oh, ik heb eigenlijk best wel heel veel van deze dingen. Cool. Torch. Ik heb goud. Nou, dat meen je niet. Ik meen het wel. Je bederft ook altijd de pret voor mij, hè? Lol. Zo. So. We zijn nu een kwartiertje bezig ongeveer. Hoe vinden jullie mijn graveltrap, mensen? Heel mooi. Ik kan hem niet zien. Ik vind hem heel mooi. Aardig, hè? Ja, eigenlijk wel. Zal ik ook nog een extra verdieping hierop maken?
is best wel chill eigenlijk. Oké. Intense actie hier. Volgens mij kan hier nu niks meer spawnen. Heb je het nou serieus over intense actie hier? Nee, eigenlijk niet. Zo. Ik denk dat ik heel even een beetje hoog moet gaan. Ik wil flint, kom op, geef me meer flint. Dan kan ik tenminste een soort van beacon maken. En dan kan ik daar weet straks hoe je een beacon moet maken? Een soort van beacon. Nee, ik bedoel een beacon dat ik mijn huis terug kan vinden. Oh, op die manier. Wacht, ik kan ook gewoon mijn hele boom met insmeren met torches. Dat kan ook, ja. Ik hoop dat mijn shift straks echt niet uitvalt. Dan ben ik echt dood. Ja, of net zoals een skyblock. Toen moest ik wegrennen voor die creepers en zo. En toen viel mijn toetsenbord opeens uit. Aha, noep. Oh, maar toen heb je ons huisje opgeblazen. Niet! Kreng. Je ligt. Zo. Misschien ziet dit er wel heel lelijk uit. Waarschijnlijk is het ook gewoon heel lelijk. Maar het is nu wel een stuk veiliger. Nee, niks veiliger. Het is nu een stuk makkelijker terug te vinden. Zo zeg ik het. Ach, je lult, man. Nee, ik lul niet. Ach, je lult, man. Nee, ik lul niet. En nou ga ik een spin vinden, want eigenlijk ik wil... is dat best wel een mislukt liedje. Het is volgens mij niet officieel een liedje, Alpha. Ik wil een spin vinden, zodat ik hem kan vermoorden. En dan heb ik een string waarmee ik uiteindelijk wolken maak. En dan kan ik uiteindelijk gewoon slapen. Ja, ik moet ook nog bedden en shit. Ja, maar ik kan ook gewoon in de fucking jungle, ja de lion jungle, kan ik ook gewoon geen één fucking schaap vinden. In jungles vind je meestal wel dieren. Ja, maar niet in deze, nou in deze vind je heel veel dieren, maar geen schapen. Welke experience level ben jij nu? Nummer 1. De... Ik al 7. Uit je bek, mut. Tame mut. Die zombie doet de Harlem Shake, jongen. Let's do the Harlem Shake. Ik zit hier vast. Kon je goud nou ook al met steen hakken of moest je daar een iron? Nee, daar moet je iron voor hebben. Ja, dat dacht ik al. Zit... Ik kom terug voor jou met goud. Sterf sneller. Sterf. Ik sterf. Goed zo. Ik ben blij met mijn zwaard. Oh, ga je nou... Kom je nou stoer doen? Boom, op je bakjes. Happakee. Nee, je gaat terug. Ik ben zo blij met die falling damage. Hoppakee, hoppakee. Sterf. Goed zo. Wat is dat? Hé, hey, de muziek komt nu bij mij. Dat is een big. Heb jij ook al muziek? Of? Maar ik heb muziek niet zo hard staan. Ik heb hem maar op 20% staan. Ik op 40 volgens mij. Oké, dat is erg mooi. Voor je muziek. Ik kan nog steeds mijn boom niet vinden. Ja, ik kan hem wel vinden, maar ik kan hem niet van vier zien. Hoppakee. Even alles erin. Ik ga hier maar niet vanaf springen. Au, oh nee, holy shit. Oh, oh nee. Sterf, sterf, nee. Alweer als je dood had, hè? Ik ben niet dood. Gelukkig. Ik zou ook nooit dood gaan. Alhoewel, waarschijnlijk al. Alhoewel. Ik ga wel even een appel eten. En dan even wat... Waar staat de skeleton daar? Vlees? Kut skeleton. Ik ga niet reanimeren, want mijn foodbar is niet volledig. Daarom kan... Ik vind echt gewoon elke vijand die je in het hele spel kan vinden, behalve degene die ik nodig heb. Volgens mij hoorde ik eens... Ik hoor spinnen! Oh, waarom heb jij wel spinnen? Volgens mij hoor ik spinnen. Ja, ik hoor spin! Dat is gewoon niet eerlijk. Wacht, hoeveel strings heb ik al? Kut, ik heb nog 0 strings. Ik heb gewoon sugarcane gevonden, hè? Ik heb al een hele farm. Uit je mond. Nou, het is niet echt ik heb een boomfarm. Jezus, wat veel... Oh, dat is maar één skeleton. Ik denk dat ik die wel aan kan. En spinnen, yes! Maar het vervelende is... Ik denk niet dat met de held die ik nu heb, dat ik die spinnen en zo aan kan. Oké, ik ga de deur open laten. Spin. Oh, hij... Wow, dikke assassin. Holy spin. Shit. Hij kwam van me. Oh, ik heb één Enderman. Ik heb een Enderman gevonden. Ik heb creepers gevonden. Endermen zijn best wel creepy. Ah, die spin gaat dood. Door een cactus. Dat faalt. Oh nee. Sterf. Kom maar, creeper, kom maar.
sterf jij eens? Blaas maar. Blaas maar op. Onder water ben ik veilig. Nee hoor. Nee? Nee, hij maakt geen blokjes kapot, maar... Ja, hij kan je wel damagen. Kut, waarom... Holy shit, ik ben hier gevangen. Oh, nee, ik heb ook nog maar gewoon 2 hartjes over. Dit is niet goed voor mijn levensverzekering. Okay, ik ga trouwens even... Jongens, we gaan stoppen. Dus vonden jullie deze aflevering leuk? Geef alsjeblieft een groen duimpje. Abonneer op ons kanaal en deel deze video. Willen jullie een gastrol of een duo commentary met ons? Laat ons vooral achter. Ja, laat het achter in de comments. En ja, vraag ons op Skype. Ja. Onze Skype is gewoon datagaming83. En dan zien we jullie later. Hopelijk vonden jullie deze een beetje leuk. Laters, dat eruit. En op uit.